Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario 3D Land. Dit kan zomaar eens de laatste aflevering zijn. We moeten hier de gouden vlag nog halen en ik denk nog maar één level, maar dat is niet helemaal duidelijk als ik heel eerlijk ben. Omdat je natuurlijk in de gewone wereld 8 ook nog flink genaaid werd met nog extra levels. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat er nog meer levels achter het laatste level hier schuilen. Maar dat weet je natuurlijk nooit. Dit is best een wat lastige level zoals we de vorige aflevering hebben gezien. Maar nu hebben we een Tanuki Zoo, dus dat maakt hem misschien iets makkelijker, hopelijk. Hopelijk, ja. Kut, kut. Yeah, oké, gehaald. Dan gaan we denk ik zomaar naar het laatste leveltje van de game. Dat zou zeer mooi zijn. Met twee Tanuki suits, dat is altijd positief. Kunnen we in ieder geval het gouden vlaggetje alvast halen in de eerste run. Als we... Ja, je moet alle coins hebben. Nou, goed dat we dat hebben gedaan. Dan zal dit het laatste level zijn. De laatste Bowser's Castle. Denk ik. Oh, dit is een super tof begin van de aflevering van het level. Nee, dit is echt een ruk begin. Ook omdat hamerbro's kut zijn om te killen. Oké, dat is gelukt. Hopelijk nog geen coin overgeslagen. Waarom deed hij nou niet? Weet je, fuck it, ik loop gewoon lekker door. Oeh, er is een draaibouwster hier, maar ik ben nog geen point in. We zouden hier... Oh, ik zag wel een point in de verte. Net goed, dat ging niet goed. Oh, waar sprong ik tegenaan? Tegen zijn hand of zo? Oké. Oh, nou, dan kan ik wel weer opnieuw. We moeten items hebben. Nee. We moeten items hebben. Oh, en dat items grabben is altijd zo'n kutzooi. Het kost gewoon te veel tijd in zo'n aflevering. Let's go. Oh.
Nou, we hebben weer nieuwe blaadjes, nieuwe Tanuki suits. Maar of het genoeg is, durf ik niet te zeggen. Want ik ben er net ook heel snel twee kwijt gegaan. Het level is op zich niet mega lang. Alleen is het probleem echt het vinden van de coins. Enemies die je in dit stukje kan hebben. Oh, hier is de tweede plan. Die derde coin is helemaal daar rechts. Dat is toch gewoon niet eerlijk?